Het is vandaag maandag 5 december en dit is vlogmasdag nummer 5. Want gisteren is er geen vlogmas online gekomen, maar een extra video. Want ik dacht, ik ga gewoon iedere zondag niet vloggen. Omdat mijn zondagen vaak gewoon niet heel erg boeiend zijn. Tenzij ik bijvoorbeeld een zondag wel iets leuks ga doen, dan zou ik natuurlijk wel gewoon filmen. Maar dan in plaats van een vlogmas komt er dan een extra video online. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Dat er dan wel alsnog iedere dag een video online is. Alleen dan één dag eventjes geen vlog. Ik ben vanmorgen weer sporten. Toen ben ik even naar de Albert Heijn geweest. Ik heb boodschappen gehaald. Ik dacht, misschien is dat even leuk om te laten zien. Ik heb gewoon even eieren. Veldsla, want ik ga vanavond salade eten. Een komkommer. Dan heb ik blauwe bessen. Gerookte kip voor in de salade. Tomaat. Kwark. Dus ik ga nu eventjes twee eitjes koken en dan ga ik dat even opeten. En dan ga ik even douchen. Ga ik even de keuken opruimen. En vanmiddag, als de dag maar terug is van de nagels, want die is nu voor de nagels, gaan we de kerstboom halen. Echt zoveel zin in. Ik kan echt niet wachten. En morgen komt de bank. Is morgen ook een leuke dag. Echt zin in. Ik heb eventjes mijn make-up gedaan. Mijn haar gedaan, even aangekleed. En ik heb net een video opgenomen van de neuscorrectie. Die ga ik gelijk eventjes bewerken, zodat die morgen online kan. En dan wachten tot de dag maar thuis is. En dan hopen dat wij de kerstboom gaan halen. Daar zou ik heel erg veel zin in hebben. Zo kwart over één. Maar wel, snel. Nou jongens, dat is zover. Ik ga de kerstboom ophalen. Sky Radio Flits Update. Dat heeft er ook echt zin in. Dat maar vindt kerst zo leuk. Hou zo van kerst. Hallo. We hebben onze boom, jongens. Deze vond je wel mooi, hè? Ja, ik vond het mooi en ook niet te groot. Ik kreeg korting, ja. Want degene die er werkte, die... Ik ken hem heel goed. Ik ken hem heel goed. Dus we hebben een storentje gepost, dat kregen we 50% korting, nou. Dat is altijd lekker, hè? Ja. Halleluja. Dus wij gaan nu naar huis. En de auto past dicht. Ja, dat is ook heel fijn. Wat. Vorig jaar, ik weet niet of de mensen die vlog vorig jaar hebben gezien, toen gingen we een kerstboom halen. Toen zijn we nog eerst helemaal naar de IKEA geweest. Weet je dat nog? Oh ja. Dat we dachten dat we daar eentje voor een tientje konden krijgen, nou. Dat was gewoon... Mooi niet. Oplichterij. Echte oplichterij. Meid, moet jij even kijken of die wat... Oh ja, eerst kijken of die erin. Ja. Oh, dat ging heel makkelijk. Zat hij? Ja, op zich. Nou, wat leuk! Oh, dan moet ik wel iets meer van de muur. Dit wel. Ja. Een krukje uit de... Ja, die heb ik zeker wel nodig. Want vorig jaar was echt veel groter. Ja, dit is beter. Ja. Ik denk dat je dat we helemaal zo naar beneden niet geknikt. Dat hij dan zo door omheen. Oh, ja. Al die tellen! Oh. Hij is groter hoor. Hij is dikker. Vorige keer kwam hij niet zo ver. Oh, it's huge. Zo. Oh nee, dit kan niet. Hoe moet dit? Boris, kom eens terug. Ja, service. Oh ja. Zo? Ja, dit is leuk. Zo is wel goed. Nou, jongens, we gingen dit jaar voor kleiner, maar... Heel veel kleiner is die niet. Maar die tak, oh, maar straks komt toch die bank daar tegen die tak aan, denk ik. Ja, anders flippen die tak gewoon al. Oké, okay, nou leuk. Gezellig. Lampjes zitten erin, jongens. En de eerste bal hangt. Bijna. Uiteraard panter. Kan niet ontbreken in ons huis.
netjes een cadeautje ingepakt. Zo, met zo'n strikje. Ik weet niet, ik vind het altijd heel erg leuk om kerstcadeautjes gewoon leuk met van die lintjes en zo in te pakken. Ik had er van de week ook eentje ingepakt op deze manier. Vind ik ook echt heel erg leuk. Dus ga ik eventjes onder de kerstboom leggen. De kerstboom is nog niet helemaal af. We hebben een beetje de leukste ballen die we nu hadden erin gedaan. Die zijn nog van vorig jaar. Maar morgen komt er als het goed is een pakketje binnen met nieuw kerstballen. Met allemaal pastelkleurtjes en zo. Dus die willen we eigenlijk verder erin hangen. Omdat we die gewoon het leukste vinden. Dus tot nu toe is het zo geworden. Ik kan eventjes de andere versieringen en zo ook laten zien. Misschien wel leuk. Hier hebben we dan die lampjes over de spiegel heen gehangen. En hier hebben we dan nog zo'n kandelaar staan met twee van die kaarsen. Die had ik van de week in de eerste vlog is volgens mij gekocht bij Sostene Grena. Dan hebben we hier dit schattige rosé gouden boompje en deze twee huisjes. En hier zit er dan een kaarsje in. Dan kan je die aansteken. Ook echt heel erg schattig. Dan hebben we nu de lamp en die pluimen eventjes hier neergezet. Omdat daar onze kerstboom staat. Hij moet er bovenin nog wel een beetje gaan hangen misschien zoals je ziet. Maar ik vind hem echt wel heel erg leuk. En dan hebben we hier nog in de hoek een boek van Balenciaga met dan twee boompjes en deze kerstboom. Alleen die gaat een beetje leeg, dus er moeten even nieuwe batterijtjes in. En dan staat hier onze kerstboom. Ook met die nieuwe bal van de Sostene Grena en dat ijsje daar zo. Champagnefles en dan van vorig jaar hadden we nog van die panterballen en wat roze ballen. En ook nog deze gouden. Maar zoals je ziet is die dus nog best wel kaal. Maar daarvoor wachten we dus eventjes tot morgen. En bovenin hebben we een gouden piek zitten. Een gouden ster. En dan morgen kunnen we hopelijk de rest van de ballen erbij leggen. Wel even gezellig de cadeautjes eronder leggen. Dat is wel leuk. Zo. Helemaal leuk. En dan hebben we natuurlijk nog deze. Waar de lamp in zit. Gezellig. En die andere kaarsjes, maar die steken we eigenlijk nooit aan. Dat is meer een beetje voor de sier. En we hebben dus net al gekregen dat onze bank morgenochtend om 10 uur komt. Dus daar hebben we ook super veel zin in. Ik kan echt niet wachten. Maar dat zien jullie morgen allemaal wel in de vlogmas. Ik ga nu lekker hier op de grond liggen en chillen. Nieuwe buren verder kijken. En strakjes denk ik even wat te eten maken.